Den Haag werker. En mijn grote hobby is motorrijden. Dat is een HDC, dat wil zeggen een Harley Davidson Club, dus geen MC, wat algemene naam is van motorclub. Dat is een HDC. Die staat gewoon voor een club mensen die ontzettend veel zin hebben in motorrijden, met name Harley. Want het is natuurlijk een vereiste dat je een Harley rijdt, anders is het geen Harley Davidson Club. Dus je kunt niet met een Japaner of Italiaan erbij komen, dat is gewoon, nou dan. Wat wij doen is mensen die haarproblemen hebben, proberen te helpen. We hebben hier ook vaak heel veel trieste gevallen die over de vloer komen. En als je zo'n bijvoorbeeld een zaterdagmorgenmiddag heel veel trieste gevallen hebt van mensen die behoorlijk ziek zijn, waarvan de overlevingskansen ook behoorlijk klein zijn, dan is het lekker voor ons helemaal af te schakelen en dat je zegt zo, ik stap nu op mijn motor en ik rijd lekker nog een paar uurtjes rond hier in de buurt of maak nog een leuke rit. Je probeert bijvoorbeeld mensen die hier komen en die ziek zijn, die zijn dat ze chemotherapie krijgen, moet je eerst even hun op gemak stellen en dan kun je er verschillende dingen doen. Als er iemand zit die geïnteresseerd is in motors en die laat dat blijken, ja, dan gaat het heel vanzelf dat je erover gaat praten. En dan vertel je ook gewoon dat ik bij een motorclub zit. Het OM gaat motorbendes nu echt aanpakken. Krijgen we deze zomer een echte oorlog in het milieu van de motorbendes? Het Openbaar Ministerie wil een verbod op motorclub Bandidos en probeerde dat vandaag af. Motorbende en motorclub is vaak synoniem, jammer genoeg. Want een motorclub, een MC, wordt meteen gerelateerd aan bepaalde namen in Nederland hier. Die natuurlijk constant in opspraak zijn geweest in de media. Ja, die altijd in een slecht daglicht worden gezet. Door hunzelf en door de media. Er zijn meerdere aspecten die altijd een rol spelen. Dan krijg je natuurlijk dat wij hebben een hesje aan waar wij aan kenbaar zijn. Dan wordt heel snel door de mensen gereageerd op, oh, dat is een motorclub. Dat is hetzelfde pakje aan. Nou, wij zijn een Harley Davidson Club, zoals ik juist al zei. En dat is toch iets anders. Nou, als ik persoonlijk aan het rijden ben en je wordt vaker dus wel bijvoorbeeld in verkeerslicht. Je staat er met een aantal mensen te wachten op het groen licht. En dan zie je gewoon mensen kijken van het autoverbod. Wat is dat weer? En af en toe denk ik van ja jongens, denk eens na. Probeer je dus in te leven dat er nog andere mensen zijn die op motors zitten. Maar zodra je een hesje aan hebt, wordt er heel snel een stempel op je gedrukt. Ze proberen allemaal motorclubs aan te pakken. Maar een echte regel krijgen ze nog niet. Ze hebben laatst weer een motorclub proberen op te doeken. Maar de regelgeving en de wetgeving in Nederland is toch niet dermate dat het allemaal zo lukt. En daar krijg je ook weer van 100 mensen, wil niet zeggen dat 100 mensen allemaal even fout zijn. Maar zodra je een hesje aan hebt, wordt het wel op je hoofd gezet, bij wijze van spreken. Weet je, het probleem is, er wordt alleen de zwarte kant iedere keer benadrukt. Je hebt van die mensen zoals John van den Heuvel bijvoorbeeld, die heeft er een heel groot handje aan om iedere motorrijder gewoon zwart te maken. Dat vindt hij gewoon geweldig. Ook, en daar loopt justitie natuurlijk ook tegenaan, dat het als groep voelen ze zich machtig, voelen ze zich stoer vaak. Dat zie je ook in het uitgaansleven. Alleen ook. En dan lopen ze met die... Leden die zich niet fatsoenlijk kunnen gedragen, die krijgen een waarschuwing. Leden die zich dan nog niet goed verdragen, die kunnen ook beter vertrekken. Die zijn niet gewenst. Absoluut, dat is geen andere club voor mij.